gezien worden, dat is mooi. Maar de weg er naartoe is misschien nog wel mooier. Dat is wat me iedere dag van de week drijft om topsporter te zijn. Ik was 7 toen ik begon en was altijd wel van de actie. Altijd al, ja. Sport werd door het gezin al heel erg ondersteund. En als er dan toch een held is, dan is het mijn vader. Degene die eigenlijk alles achter de schermen regelt, zodat ik kan presteren. De wijze hoe hij in het leven staat en hoe hij mij support. Ik zou het heel mooi vinden als ik zo'n soort relatie ook met mijn zoon zou kunnen krijgen. Ik denk dat iedereen in het leven op een bepaalde manier gezien wil worden. Voor mij is dat sport. Als ik op de fiets zit en ik ben in de natuur, dan voel je je de meest vrije persoon op aarde als het ware. Natuurlijk kan dat wandelen het ook wel, maar ja, dat gaat me veel te langzaam af. Je hebt altijd twijfel of het gaat lukken. Daar heb ik wel een paar jaar last van gehad. En dan vervolgens laat je die wens los van ik wil wereldkampioen worden. En daar ga je gewoon hard rijden.